noem je een luisterboek waar het volume echt veel te laag staat? Een fluisterboek! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Shiny Ruby Randomizer. Ik ben Rick van Serpent Gameplay, die gast die flauwe popjes maakt. Ik heb serieus gewoon deze video 10 minuten lang niet kunnen beginnen, omdat ik geen leuke woordgrap kon vinden. Dit begint me in de weg te werken. En dan moet je ook nog eens beseffen dat er serieus een kleine doelgroep kutmensen zijn die gewoon deze video kijken, de woordgrap horen, denken, dat is een kut woordgrap, weggaan en wachten op de volgende aflevering. Ja, dan wordt Serpent Gameplay kijken wel heel makkelijk. En sommige mensen zeggen van, wow, kijk je Serpent Gameplay? Ja, ja, ik kijk echt alles. Oh, dat kost vast veel tijd. Nee, nee, ik kijk alleen de grapjes op het begin. Ja, die mensen bestaan blijkbaar. Deze aflevering gaan we vechten tegen Team Magma. Of zoals ze liever genoemd worden, Team Bucket of Lava. Snap, dit is een Minecraft referentie. Als je geen Minecraft speelt, hou er zo. Ajejeje, verdacht karakter gespot. Je bent zelf een verdacht karakter. En ik heb jou gespot. Waarom is de vloer in één keer oranje? Dat zijn de dingen die ik me afvraag. Waarom ben je een verpleegster? Waarom had ik mijn leven? Waarom, waarom, waarom? Oké dan. Het is tijd om je te slopen. Het is tijd om een mooie handtas te kopen, vind ik. Ja, weet je, het is eigenlijk altijd tijd om een mooie handtas te kopen. Want ja, een mooie handtas is gewoon handig om andere mooie handtassen in te stoppen. Ik heb een handtas voor mijn handtassen. Weet je wat ik daarin heb? Portemonnees. Oh, wat zit er in die portemonnees? Geld. Oh, wat doe je met dat geld? Meer handtassen kopen. Tuurlijk, dat staat eraan te komen. Als je dat niet aan zag komen, en dan moet je oppassen in het verkeer. Moet je zo aangereden. Bam, zo, bam. Dus dat. Hey, ik ben Rick. Doe een duimpje omhoog. Ik ben grappig. Denk ik. Ik vind mezelf soms wel grappig. Speler verslagen. Zuster Liliana. Grrr, ik heb het verloren. Boobies kreeg 640 Pokédollar voor het winnen. Fantastisch. Ik heb het verlies genomen voor het team, maar ik deed mijn werk. Even kijken, als het goed is hebben wij de Pokémon Shakira bij ons, die keihard gaat evolueren, toch? Ja, het is momenteel nog een Mankey. Ja. En als het goed is gaat hij zo meteen evolueren op level 30. Tenminste, dat is het plan. Volgens mij is Shakira ook bijna level 30, voor mij heb ik dat helemaal uitgedacht. Zie je dat? Dat is bijna level 30. Ik wil niet gemeen doen en de kenner uithangen, maar die gaat zo meteen evolueren in een nog lelijkere Pokémon. We zijn dus in de hideout hier. Het enige wat je kan doen in deze hideout is teleporteren. Deze boeven kunnen motherfucking teleporteren. Maar hé, dat is niet mijn probleem. Hier een lekkere chick. Warp panels. De schuilplaats trots en genot. Dus weet je, ze hebben een super geheime hideout. Maar tegelijkertijd zeggen ze wel tegen de wereld van, hé wereld, wij hebben teleporters. Kom gezellig langs in onze super geheime organisatie schuilplaats. Nog een verpleegster. Het enige dat je mag verplegen is je eigen wonden. Nadat ik je helemaal kapot maak. Weeo, high five. Nope, oké, ik ga lekker verder met mijn leven. Oh, dat was mis. Dat is gewoon mis. Registeel vervloekt mij. Waarom doe je dat? Dat is gewoon niet aardig. Ik heb geleerd dat mensen vervloeken, doodwensen en in elkaar slaan gewoon minder is. Dat is gewoon, doe je niet, denk ik. Dat is gewoon niet normaal, eigenlijk. Voor mij heeft Registeel inderdaad best wel een hoge defense. Dat kun je zien aan het feit dat Registeel verdomme niet dood wil gaan. Hé, hey, Registeel. Ja, ga eens dood. Nee. Oh, nou, dat niet. Dan zoeken we iemand anders die dood wil gaan. Hé. Hey. Registeel. Ja, ja. Misschien nu dood dan. Oh ja, kan wel, kan wel. En hij ging dood. Mooi verhaal. Ja, het is net een sprookje. De jongen die dood wilde. Niet het beste kinderverhaal, maar wel het beste Tinderverhaal. Am I right? Nope, oké, okay, cool. Wat is er mis met je? Je bent helemaal niet moe. Wauw, dat beschrijft zo goed mijn leven. Ik heb afgelopen nacht namelijk 2 uur geslapen. En ik voel me heerlijk. Dat kan komen. Omdat ik net 10 blikjes energy in mijn keel opgegoten heb. Dat kan komen. Omdat ik eigenlijk overleden ben. Ik ben nu een soort geest. En geesten kunnen niet moe worden. Laat me echt balen. Slapen geesten? Ik hoop maar dat geesten slapen. Want de hele dag wakker blijven is fucking vermoeiend. Hij ziet er echt uit als een bitterbal met handen en voeten. Als ik dit wist had ik hem echt bitterbal genoemd. Oké, dan. We zijn op een nieuwe verdieping. Een nieuwe verdieping. Een nieuw avontuur. Wauw, daar liggen gewoon 4 pokeballs. Dan moeten we even goed kiezen, want dan krijg je als goed is de masterbal. De bal van de master. Oké, loopt hier een of andere bitch een beetje heen en weer. Daar kunnen we redelijk goed omheen. Hier kunnen we ook redelijk goed omheen. Ik denk dat dit niet de goede teleporter is trouwens, maar we kunnen het proberen. Valt niks te verliezen toch? Behalve je waardigheid, je gevoel voor eigenwaarde en je waarde. Precies.
Maar wat is dat nou waard? Precies. Rick, ik heb het gevoel alsof je gewoon heel vaak het woord waarde zegt. Nou, laten we hem iedereen gewoon in zijn waarde houden. Ik doe momenteel echt maar wat, maar dit is wel zo'n moment waar ik echt wat doe en dan opeens bij het einde uitkom, weet je wel. Zo'n typisch Rick momentje. Wat gebeurt hier nou weer dan? Je bent nu al hier. We hebben je onderschat. Maar dit is het. Ik hak boven de man en de ding en oh my god, ik sla in elkaar, jongen. Is niet erg. Ik heb een oplossing voor dit probleem. Een capemantel. Operator Tia. Ik wil graag met je vechten. Kom maar op, operator Tia. Ik sloop je, denk ik. Sloop ik je? Ja, ik ben geen kenner. Het enige wat ik even kwijt wil is... fuck jou, operator Tia. Fuck jou. Niemand flincht. Niemand. Waarom doe je dat? Fucking Kangaskhan van level 32. Dit is een situatie die ook wel onhandig genoemd kan worden. Dit is niet handig. Of wel dan? Precies. Oké dan. Kangaskhan is keihard gesloopt. Precies. Gesloopt. Dat is een raar woord, Rick. Oh, echt. Nee hoor. Trouwens, ik bedenk me eventjes iets, hè. Ik bedenk me iets met mijn hoofd, waar ik wel eens mee denk. Soms, als ik in een goede bui ben, dan denk ik dingen met mijn hoofd. Het is echt ongelooflijk. Namelijk dat Shakira momenteel nog steeds keiharde XP krijgt. Terwijl Shakira ga ik zo meteen die PC pompen en nooit meer gebruiken. Dus ik kan beter even die XP share van Shakira afpakken en lekker een kropslag geven of zo, weet je wel. Oh, was dit alles wat ik hoef te doen? Er is meer toch in deze grot? Dit is niet de eindbaas of zo. Nee, er is meer. Er moet meer zijn, want je krijgt hier geloof ik je masterbal. Er is vast hier iets te doen hierboven. Hé, iedereen! Wat is hier voor leuks te doen? Wat ben ik hier weer? Huh? Ik ben in de war. Oeh, een pokeball! Een max elixir! Lekker hoor! Is hierboven nog wat te doen? Nee. Gewoon een beetje heen en weer teleporteren, dat is het leventje toch? Precies, dat is het leven dat ik in mijn hoofd had in ieder geval. We weten of we hier klaar zijn als die mensen ons niet meer aanvallen. Als niemand meer met ons wil vechten, dan zijn we waarschijnlijk klaar met al het gezeik hier. Als er mensen zijn die met elkaar willen slaan, dan zijn er waarschijnlijk hier en daar wat problemen die nog niet helemaal zijn opgelost. Dat is de beste manier om dat te vertellen. Oh, dat gaat niet werken. Dat is niet handig. Het leek alsof ik gewoon een hele late reactie had, maar... Ik liep tegen onzichtbare lucht aan ofzo, het is heel raar. Ga! Bla 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 bla. Ik vind het in de gaten houden van deze plek heel saai. Ik pak je wel eventjes. Nou. Niet dat ik je eerst pak, Maurice. Jonathan, ook goed joh. Ook goed. Ik ken iemand die Maurice heet. En iemand die Jonathan heet. En ik heb ze allebei niet in de kont gepakt. Dus dat hebben ze gemeen. Voor mij is het één pot nat. Hey Espion! Ja! Doei! Sorry, dat is gewoon mijn mond. Dat is mijn mond. Sorry voor mijn mond. Een sloop ook. Ik heb me trouwens die XP share niet aan kropsla gegeven. Weet je wat ik zei dat ik ging doen? De XP share aan kropsla geven. Waarom breek ik mijn eigen fucking beloftes? Waarom missen ze allemaal aanvallen? Waarom zuigt dit? Nee, niet doodgaan, niemand! Niemand leeft nog. Niemand leeft nog. Dat klinkt niet zo goed eigenlijk. Niemand leeft nog. Ja, dat klinkt alsof iedereen dood is en zo. Dat is geen gunstige situatie. Nee! Loop ook! Doe het niet! 6 HP. Kom op, niemand! Sloop die bitch! Woe! Je hebt hem gesloopt. Officieel kapot gemaakt. Dankjewel. Oké. En een Grand Bull. Dit gaat mis. Dit is het punt waar alles misgaat. Mijn beste aanval die ik altijd gebruik met niemand. Met niemand gebruik. Is gewoon op. Alle andere aanvallen stinken gewoon echt naar ravioli kaas. Natuurlijk mist deze aanval. Maak me maar dood. Mij maakt niet meer uit. Oh, gaan we maar charmeren. Ik word wel verliefd op je. Doe dat wel lekker. Gaan we samen kinderen maken, joh. Kan mij boeien. Ga dan maar gewoon dood, Granbull. Niemand mag jou. Precies, in één keer dood. Pats, boom. Naar huis. Met de staart tussen de benen en de vlam in de pijp. Versla ik. Ja, deze chick die Jonathan heet. Deze chick heeft problemen. Maar dat is niet erg. Hebben we allemaal onze eigen problemen, denk ik. Ik heb een YouTube kanaal, dat is mijn probleem. Ik ben er tenminste eerlijk over, mensen. Ik geef deze Max Elixir aan Sinterklaas. Wie noemt zijn Pokémon nou weer Sinterklaas? Ik. That would be me. Oh shit, ik ben ook helemaal vergeten naar het Pokémon Centrum te gaan. Dus onze favoriete Pokémon is ook gewoon dood. Ik kan deze limonade eventjes aan niemand geven. Heeft niemand zin in limonade dan? Oh, dat is zo irritant, hè? Als je dan zeg maar nog een klein jochie bent en dan ga je met school patat eten of zo en dan komt je meester. Oh, we gaan patat eten. Maar dan vinden jullie vast niet lekker. En nee, ik hou wel van patat. Het is een valstrik. Als het nog een keer gebeurt in je leven. Trap er niet in.
trap er niet in. Je houdt niet. Als het mijn leraar doet van, oh, jullie houden vast niet van patat. Gewoon je bek houden. Gewoon niet de moeite doen om nee te zeggen. Laat die gast lekker stikken in zijn eigen verdriet, weet je wel. Ik heb geen idee wat hier aan de hand is, maar het gaat niet goed in ieder geval. Moet even kijken waar ik heen moet. Dat is wel het uiteindelijke idee, hè. Er moet iets zijn waardoor ik naar de overkant kom. Deze in het midden, dan ga ik verder, ja. En dan naar rechts. Ja. En dan deze, denk ik. Yes, ik ben in het kantoortje. Ik ga even gaan opstaan hier, want ik weet niet of je meteen zo'n ding pakt, wat je ook nog de keuze hebt. Oh, er zit een Pokémon in. Ermagerd. Oeh, shiny Electrode. Die heb ik al. Later, nerd. Oh, die move kan ik niet meer doen. Dan ren ik wel gewoon heel hard weg. Ik kan niet ontsnappen. Mijn leven. Oké, dan maak ik kopstoot. Wat doe je als je een hele grote blauwe teelbal ziet? Gewoon keihard je hoofd er tegenaan drukken. Tip van de dag. Bam. Het klonk alsof het best wel schade deed. Het deed best wel schade. Jammer dan. Hartstikke mooi. Oké, waarschijnlijk zit er nog een Electrode tussen dan. Oeh, een nugget. Hartstikke fijn. Oké, voor mij zit de masterbal dan. Yes, de meesterbal. Oké, dan, wat is dit dan? Nog een nugget of zo? Of nog een Pokémon gevecht? Oh mijn god. Niet nog een Electrode. Oh my god. In ieder geval, ik ben dus nu in het kantoor van de grote baas. En ik heb dus een hele moeilijke, interessante conclusie gedaan. Hij is er niet. Ik weet niet of het je was opgevallen aan de gigantische leegte en afwezigheid van gemene mensen in dit kantoor. Maar die gozer is er helemaal niet. Nee. En hopelijk kom ik weer een beetje snel aan het begin van dit hele level uit. Ik heb geen zin meer in dit gezeik. Helemaal geen zin meer in. Ik loop gewoon gauw naar het begin toe. Ga ik lekker naar huis toe. Nee, daar wil ik niet heen. Oh, nee toch. Hey, gossie. Oké, hoe kom ik bij het begin? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, verdomme. Maar moet je gewoon deze deur heen? Ja! We zijn er weer. Heel snel naar buiten rennen. Mijn leven! Oké, dan moet ik hier even surf doen. Heel belangrijk. En dames en heren, geloof het of niet, maar we zijn buiten. Ik ga eerst even gaan naar Pokémon Centrum toe, want allemaal Pokémon staan zo'n beetje op keihard doodgaan. Kleine tip voor de wereld van Pokémon en de avonturen die daarbij horen. Het is niet handig als je Pokémon doodgaan. Want dode Pokémon bijten niet. Precies, denk daar maar eens over na. Oké, ja, heal al die shit, maar kan mij dat boeien, jongens. Tussen Joy, jongen. Je bent eigenlijk een meisje, maar dat maakt niet uit. Jongens en meisjes, zij gelijken. Behalve in de poepen en of ze goed kunnen strijken. Oh. Mannen kunnen beter poepen, vrouwen kunnen beter strijken. Voor het geval dat je afvraagt. Dat is niet seksistisch. Het is gewoon zo, als je mij een strijkbout geeft, denk ik echt, wat de fuck moet ik met deze strijkbout? Dus in het algemeen kan ik niet zo goed strijken. Instagram. Oké, welke Pokémon kan bijna evolueren? Reclameblok gaat sowieso evolueren als we hem 1 level trainen. Dan wordt hij een andere Pokémon. Gebeurt wel vaker bij Pokémon. Mijn kreeft. Wauw. Welk level evolueert mijn kreeft? Headshot. Deze is echt cool. Gabbertje kan ik in principe met een plopkoek. Die kan ik laten evolueren. In een Beedrill. Ja. Een leuke naam, plopkoek. Alleen, ja, deze Pokémon, die Kakuna, lijkt meer op een plopkoek dan een Beedrill. Dat kan ik je wel vertellen. Oké, sorry Kropsla, je hebt echt die XP share voor enkele seconden vast mogen houden. Hoop ik had je er een leuk leven mee. Ik ga hem nu namelijk geven aan een plopkoek. Item, give, XP share, woe! Oké, dan. Even kijken hoe het met de rest van onze ballen gaat. We hebben nog genoeg ballen, in ieder geval redelijk veel. We hebben van deze aflevering de masterbal gevonden. De bal die het mogelijk maakt om iedere Pokémon te vangen die je maar wilt. Kut of niet? Waarschijnlijk kut. Oké, we gaan nog even gauw het water in hier. Gewoon een beetje chillen, een beetje Pokémon vangen, je kent wel. Als het goed is zijn nu trouwens die bad guys. Heel team Magma is nu weg uit het water. En dan kunnen we via het water naar een volgend stadje toe. Dat is tenminste wel plan, geloof ik. Ik ben geen kenner hoor, maar... misschien dat ik hier ergens dive kan krijgen. Die heb ik wel nodig namelijk. Misschien is dit dat ene huisje waar je dive krijgt. Ik heb geen idee. Is dit in ieder geval een dikke man? TM44! Het is! Oh, het is de move yawn. Dan gaat je Pokémon slapen, geloof ik. En dan krijg je helft terug en dat soort troep. Ja, het is hilarisch. Ja. In ieder geval, Team Magma is flink opgerold van het gebied hier rechts. Daar kunnen we nu heen. Hartstikke leuk. Nieuwe avonturen. Wacht op ons. Denk ik. Hoop ik. Wie zit er in het water? Het is... mijn champ. Duh, wie zat er anders in het water? Ik niet in ieder geval. Mijn leven. We gaan deze Machamp even vangen. Ik heb toch niks beters te doen. Dat is sowieso waar. Je kan een heel account starten met feiten over mij. Maar dan niks beters doen dan deze Machamp vangen. Dat is een feit.
Ik heb alleen geen idee of het makkelijk wordt om deze Machamp te vangen. Want hij is een faggot. Niks mis met homoseksueel zijn. Maar deze Machamp is het. Dit is echt zo'n typische gast die iedere dag 3 uur naar de sportschool gaat. Vervolgens een hele bek vol staan met eiwitshakes. Dat soort mensen mogen gewoon dood in principe. Als je mijn video's kijkt en je bent zo iemand. Ik hou van je, maar je mag ook dood. Gewoon, ik noem het even op. Als jij dood zou gaan, ik zou het niet doorhebben. Nee, overigens, je mag ons nog de video een duimpje omhoog geven. Ik hou het niet tegen. Maar gewoon even dat je het weet. Je bent gewoon net iets minder waard voor mij dan alle andere mensen in de samenleving. Hij zit erin hoor, hij zit erin. Past sportschool. S-P-O-R-T-S-C-H-O. Sportschool past wel. Kan ik hem, ik noem hem eiwit shake. Of gewoon eiwit. Een hele rare naam. Maar dan moet je dus denken aan jongens die de hele dag naar de sportschool gaan. Of vrouwen, bijna net zo erg. Eiwit shake past wel, denk ik. Ik heb geen idee om na te denken of het past. Gewoon invullen. Eiwit shake. Het past exact. Eiwit shake. Eiwit shake. Eiwit shake. Hij shake de eiwit. Hoe wilt u uw eiwit shake, Mr. Bond? Shaken. Not eiwit. Snap je, het is een eiwit shake. En Bond wil zijn martini shaken. Eiwit shaken. Eiwit shake. James Bond eiwit shake confirmed. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering. Meer afleveringen. Dat is gewoon waar. Volgende aflevering gaan we zwemmen. En lekker nat zijn in het water. Spetter, spetter, spater. Ik zag laatst een poes. Nou, dat was gewoon een kater. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Als je hem niet leuk vond. Jammer dan. Volgende keer beter. Het is net een loterij die je niet kan winnen. Tot de volgende aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Anders boeien. Hè? Pech voor jou. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei.